We vragen uw aandacht voor het professioneel kampioenschap van Nederland in de Zuid-Amerikaanse dansen. Met de samba. De samba is een Braziliaanse feestdans. Denk aan het carnaval Rio de Janeiro. Vibrin, Marianne Veldkamp. In dit geval danst Vibrin met zijn zuster. Latijns-Amerikaanse dansen met zijn eigen vrouw, de bovendanser. Al deze vijf paren zijn getrouwd. Uitsluitend eigenlijk Amerikaanse dans. Zo dansen de laatste jaren. Zo'n kruising tussen mambo en rumba. Vibrins. De kleding. Judges, may I have your marks, please, for 24. Driemaal Marianne Veldkamp met haar broer. En die Vibrin. En uw volgende dans is de Pase Doble. De Pase Doble. Dit is eigenlijk de enige dans in de Latijns-Amerikaanse dansen en gewoon dansen wat met een uitbeelding. De heer is de torero. Stier de vechter. En de dame, kan natuurlijk niet stier zijn, de dame is dan de man vanaf de rode doek. Geweldige mooie standaard. Deze paren zijn, kunnen met trots ons land verdedigen op de internationale wedstrijden. Geweldig zoals het publiek hierin meeleeft. En voor 2, 2, 1. Thank you. De laatste dans in dit toernooi, de jive. Zalig om naar te kijken. En 24 zou op zijn naam geschreven zijn. Dansen is plezier voor twee. Hallo. Mevrouw Van Beek die de prijs uitreikt. Met mevrouw De Rijk. Op de tweede plaats Henny Vibrin en Marianne Veldkamp. Die zeer geliefd is. En op de eerste plaats en tevens kampioen van Latijns-Amerikaanse dansen 1976, het paar Jong en Ellie Brulmeijer. Jong en Ellie Brulmeijer.